Zaterdag 10 juni organiseert Opera aan de Schie de piano recital Waterlegende door Jean-Baptiste Milon. In galerie LH131, te vinden op de Lange Haven 131 Schiedam. De pianist Jean-Baptiste Milon, uit 1987, studeerde aan het Conservatorium van Bordeaux en behaalde zijn masterdiploma in Parijs. Laat u zich maar niet betoveren door het gezang, de schoonheid en de lange gouden haren van de nimf aan de Lorelei. Of door het zachte getik van waterdruppels tegen het raam en de parelende lach van Ondine. Of u zult aan de overkant van de realiteitsgrens terechtkomen. Meegesleurd door de storm van de zeegoden of door de huilende verloren zielen aan uw voeten naar de bodem van het meer worden getrokken. We hoorden het al even aan de, in de intro, Jean-Baptiste Milon en Frankrijk gestudeerd, Parijs. Jean-Baptiste, welkom. Vanuit Parijs in Schiedam? Nou, lang verhaal kort. Ik was zo zat met de agressieve klimaat van de muziekwereld in Parijs dat ik ben gevlogen naar Nederland. Ook voor de liefde trouwens. En toen ik hier aankwam, had ik in 2011 helemaal geen netwerk. Dus ik heb gewoon honderden berichten, een beetje willekeurig, op Facebook gestuurd. Ook op startpagina, moet je nagaan. En ik ben tegen Hans Rietman gekomen, hier in Schiedam, die een festival organiseert in september. Dus Opera aan de Schie. En we hebben gewoon lekker koffie gedronken en anderhalf uur gepraat met mijn heel rudimentaire Nederlands toen. En sindsdien hebben we heel veel collaboreerd om masterclass en concerten te organiseren in Schiedam. Dat is een beetje het verhaal. Ja, en dan kom je opeens vanuit Parijs in Schiedam, hè? En je hoort dan ook de muziek, klassieke muziek. Ja. Wat vond je van het niveau eigenlijk van de klassieke muziek, als je dat vergelijkt in Parijs? Nou, er is hier minder te doen in Schiedam, omdat het een stuk kleiner is. Maar eigenlijk vind ik dat het veel gevarieerder is, eigenlijk hier voor een stad van deze maat. Er is best veel te doen. In Parijs heb je sowieso te veel, eigenlijk. Okay. Je kan nog naar overal gaan. Je gaat een piano recital doen. Ja. Voor de kijkers die misschien niet helemaal op hoogte zijn van de klassieke muziek, wat is een recital? Nou, recital is gewoon een concert. Je maakt wat je wilde van eigenlijk. Ik bedoel, zelf probeer ik om niet alleen maar piano te spelen, maar ook een beetje in verdieping te gaan en te uitleggen hoe die stukken gaan in context brengen. Beetje gedichten voorlezen. En et cetera. Dus ik probeer het een beetje levendig te maken, met meer contact met het publiek, zodat het niet maar een oudstoffig klassiek concert wordt. Nee. Want hoe kom je aan het thema waterlegende? Wat is er zo boeiend? Nou, voor mij wel hoor. Vertel. Wel een nat concert hoor. Maar het is zo dat ik wou per se die stuk van Ravel spelen, Ondine. Dit is voor mij een van mijn liefste stukken ooit. En dit is echt de bron van het hele programma. Het is zo dat op een piano is het heel makkelijk om water na te doen. Omdat het een polyfonisch instrument is. En het kan heel veel dynamiek spelen, heel snel. Dus kan je heel veel golven, regen nadoen met dat allemaal. Dus, maar daar gaat het niet om eigenlijk. Voor mij gaat het weer om de legende die dan bij de water verbonden zijn. Dus het is eigenlijk een veel griezeliger programma dan alleen maar water. Weet je? Okay. Er zit heel veel moord en heel veel verdrinking, zeg je dat? En gewoon nare verhalen allemaal. Dat vind ik wel heel leuk. Ja, precies. Ja. Dus er worden mensen een beetje meegenomen naar alle sferen. Absoluut. En alle intriges en dergelijke. De Lorelei, doet hij ook mee, de nimf van de Lorelei? Absoluut. Wat moeten we zonder de Lorelei? Tyrell Beckhardt, een komiek, maar die heeft een televisieprogramma waar die mensen met de klassieke muziek mee wil nemen. Hè, en zijn enthousiasme daarover over wil dragen. Hij heeft gezegd, klassieke muziek is gegijzeld door grijze dames en heren die moeilijk, serieus en gewichtig doen. Daar ben jij het volgens mij niet mee eens? Nee. Of ben je het juist wel mee eens? Nou, als je grijs haar hebt, mag je toch bij mijn concert komen. Dat vind ik wel fijn dan eigenlijk. Toch? Ja. Maar eigenlijk, ik denk dat het concept zelf van klassiek muziek totaal fout is. Gewoon eigenlijk, klassiek muziek was altijd ooit gewoon hedendaags muziek geweest. Ja. En dat wil ik ook een beetje eren. Het ligt aan het formaat, denk ik, van muziek. Want we hebben een soort van middle of the road
programma gemaakt of met verplichte repertoire die hoort bij de klassieke zalen en zo. En dat vind ik onzin eigenlijk. Ik probeer altijd een beetje te variëren. Want je hebt zoveel perioden, landen en stromen die heel interessant en anders zijn. Ja. Want je kan niet zomaar gewoon 700 jaar muziek in één piepkleine stijl gewoon doen. Ja. Die ja, minder mensen interesseert. Wat ontroert jou eigenlijk bij klassieke muziek? Waarom ga je niet, vind je niet rock'n'roll leuk? Waarom nou juist de klassieke muziek? Ja, ik vind ook rock'n'roll heel leuk hoor. Ik speel het dan moeilijker op een piano. Dat is een van de redenen. Maar ik vind het dus juist heel ontroerend om te kijken hoe emoties zich droegen op muziek, maar op kunst in verschillende tijden. En of wij nu tegenwoordig nog gevoelig kunnen zijn met die kunstvormen van toen. En kunnen we dat? Natuurlijk. Daar kijk ik zorgen voor. Ja. Maar. Dus we hebben ook een beetje jouw passie en jouw missie. Absoluut, ja, absoluut. Ook je drijfveer om juist. Ja, we hebben je zelfs uitgenodigd en gevraagd van nou, hebben we ergens een piano hier om en speel een stukje. Zou leuk zijn. Maar moet je weten, die ondiende stuk, als ik een beetje gewoon geïrriteerd word of gewoon moe van mijn dag of zo, dan zit ik achter de piano en speel ik dit. En ik weet 100% dat het beter werkt dan een paracetamol voor mij. Het is echt een soort van way of life. Ja. Weet je. Wat bijzonder is dat dan. Ja. Ben je daar de enige in als je zo in Nederland kijkt? Of is die passie en die manier van leven eigenlijk, dat is wel iets wat je herkent, wat je vaker tegenkomt? Het komt vaker voor hoor, ja, natuurlijk. Ja, als je alleen maar bezig bent met noten aan het spelen, dan you don't last long in dit beroep. Moet je echt van houden. Ja, ik kijk af en toe wel eens naar open podium. Hè? En dan de zangers die dan daar zingen, die zijn helemaal wild van jou. Hè? Want je geeft hem een stuk en je speelt het wel met alle gevoel. En dat is hartstikke mooi. Heb je ook zoiets van, nou dat doe ik ook graag omdat ik ook die zangers dan wat mee. Ja, natuurlijk. Sowieso heb ik hier heel veel zangers begeleid. En dat vind ik ook gewoon vet leuk. In het algemeen, want je geeft een kans aan iemand om op te treden met publiek, amateurs of semi-professioneel, of soms ook professionele mensen. En dan je ervaart een heel gemeenschappelijke emotie en plezier, die transcendeert een beetje alle niveaus. En dat is gewoon het plezier van je mond open doen en geluiden eruit te laten. Ja. En gewoon mooie muziek te benaderen. Het is heel laagdrempelig en heel gewoon. Maar toch wel een hoog kwaliteit ding. En voor iedereen is het wel stressvol. Ja. Dus het is wel gewoon een prestatie. Je moet het voldoen en volhouden. En dan voor publiek? Kritisch publiek ook? Ja, zeker. Ja. Zeker. Dus ja, nou, het zijn dan van die pareltjes in Schiedam die het gewoon helemaal mooi maken om in Schiedam te zijn. Vind ik dan altijd hoor. Waterlegende, wanneer is het? Nou, dit is aanstaande zaterdag om 8:00 s'avonds. Dat is bij de Lange Haven 131. Heel mooie plek trouwens, waarin ook tentoonstellingen zich plaatsvinden. En voilà. Dus kom alsjeblieft. Het is niet zo'n groot evenement ten opzichte van de alle andere tweeën. Nee. Ik kan geen 3 voetbalteams binnen, want ik mag alleen maar 60 zitsplaatsen maximaal. Oké. Okay. Dus, en dan de zondag hebben we klassiek open podium. Ja, hè? Dat is natuurlijk een stukje groter al. Hè? Ja. Ook in de Sint-Janskerk. Ja. Ja, dus gevorderde amateurs, semi-professionals laten horen wat zij in hun mars hebben. Daar is de aanvang 2:30 van. Hè? Dus ja, klopt. Die piano recital is om 7:30 gaat de deur open. Ja. 8:00 begint het. Dus wel entree voor €15. Ja, klopt. Aan verbonden. Nee, ik moet iedereen, ook eten hoor. Iedereen moet eten. Dankjewel. Mijn plezier. Voor je inbreng. Jij bedankt. Ja, nou dat is de man met het mooiste Franse accent van heel Nederland, vind ik altijd. Jean-Baptiste, bedankt voor alles. We gaan een beetje afsluiten vandaag. Het is een korte uitzending, maar cultuur moet ook aandacht krijgen. We hebben 3 uitzendingen of 3 onderwerpen gehad. Hartstikke mooi. Ik sluit af. Ik ga even op vakantie, maar er zijn voldoende vervangers van mij die het net zo goed doen als dat ik doe. Om het maar even zo te zeggen. Ik wil eigenlijk van deze kant even nog Gerard van der Bos, heel veel sterkte wensen. Die gaat een zware tijd tegemoet. Maar Gerard, we denken met z'n allen aan je. En hou je haaks. Groetjes, tot over een aantal weken.